Hallo allemaal, daar zijn we weer. Patrick en Eline. Mooi. Gezellig. Een nieuwe napraat van B&B vol liefde. Een hele hoop is er weer gebeurd, dus genoeg om na te kletsen. Ja, laten we gewoon lekker beginnen met Thijs, want er is gezoend met Yvonne. Dat hebben we natuurlijk niet echt gezien, maar er is toch wel gezoend. En daar hangt nu iets in de lucht. Ze zijn allebei daar een beetje van slag en dan kiezen ze ervoor om even weg te gaan. Even uit elkaar. Vind ik raar. Dus ja, Yvonne pakt haar spullen en ze gaat weg. Echt ineens een... Nou, ik vond het twee plottwisten. Want ten eerste ineens vinden ze elkaar best wel leuk. Dat had ik niet meteen zien aankomen. Nee. En ze gaat dus ook weer weg. Nou ja, oké. Okay. Maar nou ja, Yvonne is dus eventjes weg. Die neemt even tijd voor zichzelf. Maar er is een nieuw iemand die er aankomt. Heet ze nou José? Of Joke. Joke. José. José, denk ik. Wel een hele leuke vrouw. Campingbeheerder, je zou toch wel denken, dat is wel een leuke match. Maar eigenlijk zegt Thijs al vrij snel: ik ben gewoon hartstikke verliefd op Yvonne, dus ga maar gewoon lekker naar huis. Nou, die is nog in 10 uur geweest en die heeft dat zijn spullen alweer gepakt. En tot onze grote verbazing was Yvonne helemaal niet naar huis. Nee, die zat gewoon ergens om de hoek in een gekke schuur. Leuk aangekleed van binnen. Van buiten zag het een beetje grimmig uit. Maar ze zat gewoon om de hoek. Ja. En hij heeft haar opgehaald alsof hij haar van de prom ging ophalen. Had helemaal zijn haar gedaan, zijn baard geschoren. Maar ook alsof ze elkaar weken niet gezien hebben. Maar hoeveel was het? 24 uur of ja, zo? Ja, nog niet eens. Nou ja. En toen zaten ze in die auto terug. En ja, toen vertelde Thijs wel dat hij het wel ziet zitten met haar. Hij ziet het wel zitten. Zij ook wel, anders kom je niet terug. Maar je proeft wat twijfel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit, nou ja, hoe dit verder gaat. Ja, over Mike ook. Kunnen we kort zijn, want hier is niet heel veel aan bod geweest deze week. Deze week. Kia is er natuurlijk gewoon gezellig. Prachtige vrouw. Ja, maar ze hebben wel een soort andere date gedaan. Normaal gaat Mike natuurlijk altijd een vrij actieve date aan. Mm-hmm. Daar is hij niet vies van. Ook superleuk. Maar nu waren kalfjes geboren, ergens bij de buurman. Super romantische date. Ja, gingen ze. Nou, ja, toch? Ja. Oh, ja, nee, precies. Ik wist niet wat het was. Nee, romantische date. Ja. Ze gingen ook nog wel een beetje flirten. De Satisfier kwam nog te pas. Ja, de Satisfier. Ik wist helemaal niet dat dat zoog. Wist je dat niet? Nee? Dat is de USP van de Satisfier. Dat maakt de Satisfier anders dan Satisfied. De andere. Ja, ja, dat het zuigt. Nee, oké. Okay, ja, het leek een beetje op het hoe je koeien melk. Ja, daar lijkt het ook een beetje op. Je moet ze niet hierop zetten. Dat is geen... Nee, dat is heel gek. Nee. Ja, misschien vindt iemand dat lekker, dat weet ik niet. Laten we naar Mirjam gaan. Het was een geslaagde date. Oh, ja, Mirjam. Ja, die stuurt Rick naar huis, hè? Oh ja, ik vond het toch nog best jammer, want ik vind Rick een leuke man. Ja. Jij irriteerde je rot aan ja, hem. Leuke man, absoluut, maar niet voor onze meer. Nee, ze wil een ander boeket plukken. Zoiets was het toch? Was het metaforisch bedoeld. Ja, je ziet, je bent één, met allemaal hele leuke mooie bloemen. Maar als boeket zou ik je nooit meenemen. Ja, pijnlijk, maar ook wel gewoon de waarheid. Dus David is nog over. Daar gaat ze de panorama route mee verkennen. Ja. Prachtige plaatjes krijgen we allemaal te zien. Een plek waar ik ooit ben geweest. Echt? Ook. Ja, want wij hebben daar de zoekfilm opgenomen. Zoek in Afrika. Toen hadden we een vliegtuig ongelukkig. En opeens kwamen wij bij zo'n ravijn uit. En had je een prachtige uitzicht. En dat was exact waar zij stonden. Het is ook echt wel een heel adembenemende plek. Heb jij echt aan dat ravijn gehangen? Ja, ik heb echt aan dat ravijn gehangen. Niet? Jawel. Ik dacht dat alles nep was in de filmwereld. Nee. Oh mijn god, jij kan gewoon zeggen dat je op dezelfde plek was als zij waren. Nou ja, god. Het is meer dan David. Het is niet Brad en Angelina. Ik bedoel, maak het niet groter dan het is, lieve schat. Nee. Ik vind het toch cool. Het was cool. Ja, David is wat minder cool. Want die geeft alleen maar complimenten. Maar wat is dat waardoor toch? Dus die complimenten geen waarde mee hebben. Het wordt vermoeid, het wordt ongemakkelijker. Dat vindt ons meer ook. Maar hij kent haar ook nog helemaal niet zo goed. Dus ik snap het niet dat je dan zo vol op iemand duikt. Alsof het gewoon een soort trofee is, hij alsof hij in een wedstrijd zit en gewoon een prijs wil winnen. Nou, het is wel een beetje een wedstrijd. Ik denk dat hij het zo wel ziet. Ja, ja, hij ziet het zo. En dan wil hij weer knuffelen. Ja, dan heeft ze toch een goed excuus. Ja, maar zweterige mensen moet je ook niet willen knuffelen. Nee, behalve sportzweet, dat is niet erg. Goed, Arno. Hoezo is dat niet erg? Sportzweet, nee, dat is gewoon... Ja, ik vind dat soort zweet anders dan sportzweet. Het zweet is toch gewoon zweet? Je hebt angstzweet, je hebt oudzweet. Ja, maar dat ruikt toch allemaal hetzelfde? Nee, schat, echt niet. Bij angst komen er hormonen bij vrij. Dat angstzweet, dat ruikt veel heftiger en dat is veel enger dan gewoon iemand die gewoon sport. Veel enger? Dat ruikt gewoon veel viezer, sorry. En dus ook enger. Ja, oké. Okay. We dwalen af. Arno. Arno. Ja, nou,
houdt de aanspanning in de lucht. Ja, en niet alleen spierspanning vanwege de gym. Ja, sorry, ik weinig spieren. Maar Niels, die heeft een hele gym gebouwd. Nou, geweldig. Ja, het ziet er cool uit. Heel creatief. En wat ik heel leuk vond, is eigenlijk dat Arno meteen een soort toekomstopties zag van, oh, dit kunnen we er ook mee doen. Ja, als Niels dan hier zit, dan kan hij gewoon zijn eigen gym beginnen. Mm-hmm. Ik vond het, ja, daar hangt daar wel een en ander in de lucht. Maar wat er ook in de lucht hangt, is een engel. En die ziet Henk Jan. Heel spiritueel. Henk Jan is dus de nieuwe kandidaat. Ja. En die zag een engel en die dacht, dit is waar ik moet zijn. Hij heeft ook veel met het cijfer 4. Hè? Ja. Hij is de vierde kandidaat. Dus ja, dat kon ook niet anders. Nee. Weet je, dit is gewoon meant to be. Nee. Ja, ik denk het ook niet. Nee. Ik vind het wel een leuke jongen. Maar ik denk toch dat Arno en Niels al ver zijn. Nee, en Arno heeft al vaak gezegd, ik zoek een mannelijke jongen. En hij vindt toch onze Henk Jan niet mannelijk genoeg, denk ik. Anja. Och, Anja en de mannen. Ik had wel met haar te doen in die auto, hoor. Dat was ook wel weer saai. Niemand zegt wat, geen gesprek. Nee, en ze probeert maar wel, maar het lukt allemaal niet. En ze is moe. Nou, ze is gewoon moe, uitgeput. En dan zit ze daar in die auto, die mannen vragen, zeggen niks. Ze zit letterlijk, ja, ik moet wel geeuwen. Dat je denkt, oh ja, dan duren de dagen wel lang. En die mannen pikken die signalen gewoon niet op, hè. Het is ongelooflijk. Ja, ze denkt, ik heb een leuk klusje bedacht. We gaan even die tuin opruimen. En ze zet ze aan het werk als een soort Expeditie Robinson spelleider. Zegt ze, hup, aan de slag. En ik doe even een stapje terug. Maar dat kan Anja niet. Anja moet zich ermee bemoeien. Ja. Het moet gaan zoals Anja wil. Ja, en daarom is het denk ik voor die mannen best wel intimiderend, Anja. Ik denk dat ze haar ook gewoon niet geen vragen durven te stellen. Ze is best wel heftig. Het is my way or the highway. Maar ja, net werd er ook nog wel voor de gekookt. Met een heel veel rozemarijn. Maar goed, ik hou van rozemarijn. Het is lekker. Maar als dan een vent gaat koken voor je, laat het dan ook gewoon lekker zo. Ik bedoel, dan ga je er toch weer mee bemoeien, Anja. Ja, Anja, ik ben dol op jou. Maar ja, en dan ga je er toch weer mee bemoeien. Ja, dan kan jou het schelen als hij gewoon een kilo rozemarijn erop flikkert. Ja, dan eet je gewoon rozemarijn. Ja, hij heeft toch zijn best gedaan. Al die takjes in je mond, heerlijk, heerlijk. Bij Iris lijkt het ook alsof je in een restaurant zit. Want Peter die ziet eruit als een ober, vind je? Alleen maar. Met dat giletje en dat bloesje zo. Zwarte broek, witte over hem en een zwart giletje. Het is inderdaad, die is gewoon, die zal je niet betrappen in een korte broek. Nou, goed, hij ziet eruit als een ober. Maar hij maakt er wel indruk mee. Heb jij doorgehad wat er is gebeurd? Nee, dat hebben wij niet gezien, schat. Nee, helaas. Wederom hebben wij dat niet gezien. Maar dat was een feestje. Want Iris ging natuurlijk een feestje vieren, hè. Toen had ze een hele band uitgenodigd. Nou, dat hebben we vorige week al gezien. Alleen nu hebben we de day after gezien. Nou, de day after was pittig. Hè? Ja, dat was waar. Ze heeft op de tafel gedanst. Ze heeft nog met een after gegaan. Maar daarvoor heeft ze ook nog gezoomd in die jeep met Peter. Oh ja. Daar zijn foto's van, maar ook geen beeld. Maar goed, gelukkig hebben we de foto's nog. Ja. Een feestje inderdaad. Ja, ik ben toch benieuwd wat er op die after is gebeurd. Ze vindt hem stout. Ze vindt hem stout. En onze Iris houdt wel stoute mannen. Misschien heeft ze wel heel veel seks al met hem gehad. Ik moet het heel even, ik ben visueel ingesteld. Jan heeft het eten niet opgeruimd. Dat viel allemaal niet echt in goede aarde. Nee, die man die staat iedere avond te koken. En dan heeft hij op een feestje heeft hij het niet helemaal opgeruimd. Hij is gewoon ook eerder naar bed gegaan. Ja. Je gaat op een feestje ook niet opeens opruimen. Want dat is ook altijd heel ongezellig. Ja, dat is ook waar. Dus hij voelt aan zijn water. Dit gaat niet goed tussen mij en Iris. Ik zeg de date af. Oh ja, had een leuke date. Hij had een leuke date, een hele leuke boottocht. Maar ik snap dan niet dat hij zegt, ik heb een hele leuke date. Maar dat gaan we niet doen. Nee, want de dynamiek is heel anders. Dan denk ik, nou, Jan, dit is raar. Dat had je niet tegen Iris hoeven zeggen. Want die zit er helemaal van, oh, nou, ik wil heel graag op een date. Ik wil allemaal met een boot, maar ik hou van varen. Het was echt een beetje... Ja, of ga ervoor, of ga dan naar huis en zeg, dit wordt hem niet. Nee. Maar nu blijft het een beetje in het midden. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Een beetje het ego van Jan is een beetje gekrenkt. En dat vind ik jammer. Had niet goed. Robert Jan, die gaat lekker kleiduif schieten met helaas. Oh. Geen Els, maar wel met Louise en Suzanne. Nou ja, die vrouwen zijn er verrassend goed in. Ja, zeker. Nee, verbaast me een beetje. Nou, superleuk. Louise, die schiet ze zo. En wat hebben we nog eentje? Suzanne, leuke vrouwen. RJ, zijn humor is ook wel een beetje
soms een beetje lastig. Heb jij hoogtevrees als je op een krant staat? Nee, ik heb geen hoogtevrees als ik op een krant staat. Maar waarom zou je hoogtevrees? Ja, ik snap die grap niet. Nee, ik snap hem ook niet. Maar goed. Snap jij dan wel dat moment dat zij gingen eten en dat het bord lekker geserveerd werd en dat Louise zei, ik ga even naar het toilet? Nee, voelde alsof dat gemaakt was. Raar, was niet... waarom was dat? Ik weet het niet, Eline. Ik was er niet bij, hè? Nee, maar goed, het heeft allemaal niet geholpen, want Louise die moet naar huis. Ja, moet ze naar huis? Ja, ze moet naar huis. Ja. En Robert-Jan die vindt Suzanne ook wel echt leuk. Zij houdt ook wel van Schotland, vindt het ook wel leuk, maar ze heeft nog niet echt kriebels, nee, hè? Ze heeft nog geen kriebels. Nou, of die nog gaat komen, dat zien we dus volgende week. En dan toppen we natuurlijk gewoon af met onze Abba. Ja, die heeft natuurlijk twee vrouwen, dat weet hij niet, want er is inmiddels weer een tweede vrouw bijgekomen. Hè? Sandra liet hij natuurlijk al alleen, want hij moest opeens heel erg naar huis even opladen. Zit Sandra daar alleen, kwam Monique. Nou, die kwam ook in een leeg huis, Sandra zat er natuurlijk. Maar ja, zitten daar twee vrouwen zonder Albert. Nou, uiteindelijk komt hij dan toch aan, is het toch een gek gesprek zo met z'n drieën. Ja, dat is heel ongemakkelijk en ook helemaal niet geïnteresseerd. Nou ja, het was... Apart. Apart. Maar goed, hij zegt wel, ik ben verliefd op Joyce. Dat is dan wel weer eerlijk. Maar ja, waarom stuurt hij ze dan niet naar huis? Waarom blijven ze dan? Nou ja, goed. Uiteindelijk gaat dus toch wel één iemand naar huis. Namelijk Sandra. Want die komt van een hele andere planeet. Vind je ook niet? Ik snap hem nog steeds niet. Ik snap hem of een andere fase van je leven. Ja, omdat hij twee kleine kinderen heeft. Ja, ik weet niet in welke fase hij zit. Hij kent die hele vrouw niet. Nee, precies. Hij heeft niet zijn best gedaan. Totaal niet. Maar goed, ik snap het wel. Als je verliefd bent op Joyce, dat je dan niet je best doet. En dat je iemand naar huis... En dat je iemand naar huis stuurt, maar zeg dat dan. En zeg niet, je komt van een andere planeet. En dan laat hij Monique wel blijven. Ja. Ik vind het wel. Ja, hard. En dan is dat allemaal zo uitgesproken. En dan zitten ze zo bij elkaar. Ja. 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 Dankjewel. Jij bedankt. Nee, dankjewel. Wil je nog thee? Ja. Oh, ga ik even thee pakken? Ja. Dank je. Dank je. Ja. Dankjewel. Wel ongemakkelijk. tvgids.nl. Dat is minder zoeken, meer zien.